We gaan vandaag Halloween-flessen maken. Zij is Quentin, ik ben Lizzie. Ja, en dan heb je flessen en je hebt een paar leuke glitters of maakt niet uit wat. En dan kan je dat in die flessen doen. Je kan er ook olie in doen, maar dat hoeft niet. En je moet er sowieso op maken. We gaan jullie gewoon laten zien hoe we het gaan doen. En dan gaan we beginnen. De ene pakt de fles vast, de ander giet het water erin. Zo. Ongeveer een beetje tot het midden. Wij doen het tot deze. Stop! Hoe? Gelukkig moet je er geen olie in doen. Oké, pak maar hier. Mag ik dat eigenlijk niet zelf pakken, Quinn? Oh, nee. Oké. Ze is nu proberen kleurstofhaat in te doen. Misschien moet ik even helpen. Zit er nog wat in? Zijn die nieuw, man? Oh, Liz, dan zit er misschien nog wat in. Geef eens. We gaan nu het kleurstof erin doen. Wij doen rood. Zij doet ook, nou je kan ook, wij hebben ook nog andere kleuren. Maar jullie kunnen het ook met andere kleuren doen natuurlijk. Bijvoorbeeld oranje, blauw. Die hebben wij ook, maar. Waar is het op? Oh, daar. Dan krijg je geen blauw, hè? Dan wordt het paars. Uh-huh. Als je er blauw doorheen doet, wordt het paars. Dat klopt. Hier zo zijn je. Dan doe ik blauw bij de andere. Als je geel erbij doet, wordt het oranje, hè? Geel en rood wordt oranje. Uh-huh. Zou je niet gewoon glitters erin doen? Glitter in je mond. Dat kan niet, dat hoeft niet, Quinn. Is goed, doe het dopje erop. Nee, maar ze wil ook nog. Dat. Dit ziet er cool uit. En dat zijn loemelastiekjes, maar je hoeft niet per se loemelastiekjes erin te doen. Dat mag. En als eind doe je. Wat doe jij nog bij? Oké, je kan er ook nog meer glitters in doen. Ze heeft een aparte manier van het openmaken. Oelala. En dan doen we er nog wat water bij. Ben je nog niet klaar? Oh. Zit die dop al goed op, Quinty? Welke die paarse? Nee. Nog een beetje. Nou, ik denk dat er wel genoeg kleurstof in zit, hoor. Ja. Zou je niet eerst zo even schudden? Heel klein beetje. Leuk. En nu doen we er nog wat water bij. Als je het klaar bent, doe je nog wat water bij. Hij is op. Ja, vind ik niet gek. Hij lacht al scheetjes. Allemaal scheetjes. Lizzie, dit is wel goed genoeg. Ik denk als die leeg is. Denk het ook. Oké, nu doen we er water bij. Hij is helemaal leeg. Terwijl hij nieuw is. Oké, dan gaan we er water bij doen. Ik wil ook nog rood gebruiken. Alleen dat kan dus niet meer.
dop erop. Oké, ik ben nat. Doei. Dit is mooi. En je ziet ook een beetje als de loem hele stukje omlaag gaan en omhoog gaan. En dit is het einde tijd. Ik zal het nog even bij het lampje laten zien. Nu ga ik er een maken. Gewoon weer dezelfde stappen. Oké, ik ga er nu kleurstof in hebben. Zij is een beetje aan het spelen. Met heksje. Dit is wel denk ik genoeg. Nog even kijken. Dit is wel goed zo. Waar is de dop? Oh, hier. Ik heb twee keer de dop kwijtgeraakt. Hopla. Dit erin. Dat is wel goed. Waar zit het nou weer? Oh, daar. Ik hoop weer dat het weet. Dan ga ik er nu loemelastiekjes bij doen. Dop erop. Schud hem maar. Water. Oh, vergeten water. Zij is soms een beetje vergeetachtig. Heel voorzichtig. Die voor. Oké, stop. Daarom zei ik ook stop. Zit het op er goed op? Ja, ik ook mee. Nou, dan kan je schudden. Dit is het. Dit is het eindresultaat geworden. Ziet er best cool uit. Ik heb het blauw gedaan, want donker past bij de Halloween. Dus door naar de volgende helden. Ik ga nu water inschenken. Kan jij stop zeggen? Ja hoor. Zo, en hier is je kleurstof. Ik ga hem niet helemaal opmaken. Dit ik denk wel genoeg. Voor ja. Groen maken. Ja, en dan moet je er nu nog... Doe nog een beetje meer. Dan moet je nu al best wel veel van deze. Ik ga nu geel erin doen. Ze wil het groen maken. Dus. Je hoeft niet vast te houden. Oké, dan laat ik het los. Dit is wel genoeg. Ik heb nog een beetje. Nog niet? Nee. Oké. En de top. Het heeft wel weer glitter in de mond. Ja, stop maar. Zo veel nog. Ik wil nog een beetje meer. En ik stop maar liever. Oelala. Ik ga dus deze bijna omvallen. Oké, maakt niet uit.
je mijn hand door de glitters. Ga je oogjes erin doen van dit of zo. Gewoon oogjes. Dus die ga ik er nu in doen. En die drijven dus, zo te zien. Ik doe er groene in, want geel en blauw samen groen. En ik doe er oranje in, omdat ik geen geel heb. En ik doe ook een paar gewone oogjes in. Ook een paar roze. En nu ga ik de puntjes. Een gewoon oogje. Ik ga hem nu ook niet. Alleen als het ernaast wat is het wel echt een hele bende. Stop! Oh, is niet erg, het is maar goed. Een beetje. Wow. De ogen zitten nu helemaal in om die drijven. En dan zitten ze helemaal bij de top. Dat zie je niet zo goed. En ik ga het nu schudden. Kijk, zie je? Dan gaan ze weer naar onder. En dan komt dat blauwe naar beneden. Het is nog. Misschien wordt het groen als je beter schudt. Het wordt al een beetje groener. Ik zou nog meer even schudden. Ja, dit lijkt erop. Maar ik zie de oogjes niet zo goed eigenlijk. Want die zitten helemaal op het topje. Nu wel. Oela la la. Oela. Laat hem eens rustig zien. Oké. Okay. Ik moet je vasthouden, hè? Ik ga hem er water in doen. Ik zeg gewoon stop. Zo duwt er zo weinig water in door het olie. Dat deed je ook zoiets. Zo weinig water erin. Zo. Nog iets, een beetje. En dan ga je proberen rood te doen. En nu doe ik er nog rood in, want ik wil het oranje maken. Ik zou, ja. Proberen. Ik ga proberen, want Lizzie had het net best wel vol weer opgemaakt. Ik kom toch uit. Zo. Je krijgt er nog meer uit dan mij. Ja, dat was het. Dan kan er nog wel een beetje geel bij. Ja, dat vind ik ook. Ik wist niet dat ik er zoveel uit krijg. Oké, dat was het. Dit zou wel genoeg zijn, denk ik. Ik ook. Hé, hier zit stipje rood. Mijn net. Oeh. Een beetje te veel. Wat doe zij? Oeh. En je kan zoveel niet gebruiken. Nu ga ze oogjes doen. Die heb ik ook gebruikt. Dat kan ik zelf ook vertellen. Oh, maar ik wil het gewoon even vertellen. Ik doe nu oogjes in. Dan nog een paar. En dan doe ik er nog een spinnetje bij. Hopla, hop. En spin. En waar is het olie? Oh, hier. En nu ga ik er nog olie aan toevoegen. Ik denk als onze moeder het een beetje voor wil doen. Zie, ik hou wel vast. Oké, ik ga jullie nu het eindresultaat laten zien. Hier zit al spinnetje nog. Hier is oké. Daar. Draaien.
Ik zal hem nog even bij het licht laten zien. Oh, dan ziet hij er echt oranje dus uit. Hij is oranje geworden. Meer rood eigenlijk. En trouwens, die olie geeft een beetje een lava-lam effect. Kijk, als en je kijk, die rustig in en weer draait, zie je allemaal bubbels. Kijk. Rustig. En bij mij lijkt die ook echt op lava. Kijk. En bij deze weer niet, want kijk, daar zit er geen... Nee. Hier zit dat in. Maar hier zit weer glitter in. En dan komt dat glitter naar beneden. Dan lijkt het net als spetters van lava. En ik had... dit is echt de kleur van lava. We hebben... Even kijken. Eerste keer. Dit is donkerder dan haar... Ook donkerder dan dit. Oké, en we hebben de vorige keer nog wat uitgetest of het weer werkte. Dus die fles gaan we ook even laten zien. Oké, deze grote fles hadden we de vorige keer gedaan. Hier zit ook een lavalamp effect in. En hier zo. Oh, niet. Niet. En die. Maar hier zo. Zo. En hier zo. Bij mij. Alleen er komen geen bobbeltjes bij. Deze is helemaal blauw. Ja, dat is net als deze. Yep. Die is precies hetzelfde. Nee, niet helemaal hetzelfde. Maar oké, deze is cooler. Vond je deze video leuk? Klik dan op een duimpje omhoog. Vergeet niet op een belletje. Oh, en de abonneren te drukken. Tot de volgende keer. Doei! 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 Wij gaan nog even verder. Als je nog blijft kijken. Doei!